alsof er drugs wordt gesmokkeld naar mijn huis. Dit is... Hoi en superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag ga ik een AliExpress shoplog opnemen. Daar heb ik echt mega veel zin in. Ik heb er namelijk echt super lang op gewacht. Volgens mij had ik in februari... Wacht, ik ga het opzoeken. Ik had... 4 februari heb ik alles besteld. En als ik kijk bij tracking, dan staat dat alles is voltooid, alle bestellingen. Nou heb ik het nageteld en mis ik 2 dingen, als het goed is. Of het moet ergens bij elkaar inzitten, maar we gaan het zien. Ik weet dus ook nog niet wat ik mis, want ik heb het allemaal nog niet opengemaakt. Dus het is een verrassing. Ik vind het wel raar als bij tracking staat, ja het is voltooid. En eigenlijk is dat dan ook altijd zo, want ik bestel wel vaak wel bij Ali. Ik heb het nog nooit ook niet binnengekregen. Maar goed, dan zal dit wel de eerste keer zijn. Ik ga het zien of het komt nog binnen. Leuk dat je kijkt. Ik ga vandaag heel veel AliExpress items unboxen. We gaan het zien en ik ben heel erg benieuwd. Doe alvast een duimpje omhoog, abonneer je op mijn kanaal. We gaan gewoon snel beginnen. Ik heb hier een hele mand vol met items. En ik ben zo benieuwd, want alleen deze weet ik wat het is en voor de rest geen idee. Laten we beginnen met het eerste item. En dat is deze. En dan laat ik gelijk met de... Hoe zeg je dat? Met de deur in huis vallen? Met de deur in huis vallen? Ik heb deze al opengemaakt. En dat komt omdat ik het nodig had. Dat klinkt heel stom. Maar ik had het nodig. En ik voelde al wat het was. Dus ik weet wat het is. En deze is dus in een week al aangekomen. Dat is echt super snel. Het is namelijk deze riem. Hij is zo vet. Het is gewoon zo'n hele mooie zwarte riem. Met van die zilveren... dingen erin, van die gaten. En dan heeft hij hier zo'n gesp, zo'n ding. En die kun je dan omdoen. En dat zit echt mega leuk. Dit kun je dan weer vastmaken hier. En dan heb je hier zo'n ding. Zo, heel leuk. Ik heb nu een heel groot shirt aan, dus zo is dat natuurlijk niet leuk. En deze maak je dan zo vast hier. En ik kom niet op de naam. Een ketting eraan. Ja. En dit lijkt me super leuk voor festivals met een jurkje. En echt zo'n wijd jurkje dan dit eromheen. Ik vind het super vet. Want dat maakt dan zo'n jurkje toch wel even weer stoerder. En dan vette laarzen eronder. Dus ik zag dit al helemaal voor me voor het festival. En ik heb deze dus ook al aangehaald laatst. Deze was. We gaan het allemaal opzoeken. €2,91. Dat is echt geen geld. En deze is binnen een week al aangekomen. Dat is echt super snel. Oké, dan gaan we door naar het volgende. En dit is een heel klein zakje. Ik heb op 4 februari dus alles besteld. En deze is binnengekomen op 16 maart. Goed, we gaan het zien wat het is. Ik heb hem al open gemaakt. Ik heb namelijk oorbellen besteld. En het zijn van die ringetjes met een sterretje eronder. En ik heb deze ook in het super groot en in het klein. En nu ook in het middel. Hij voelt wel kwalitatief super slecht. Het is echt zo'n ijzerdraadje wat gewoon in een cirkel of in een rondje is gemaakt. Maar goed, deze oorbelletjes. En deze was 23 cent voor oorbellen. Nou, dan vergeef ik de kwaliteit. Dan gaan we verder naar het volgende item en dat is dit. Oeh, ik denk dat ik al weet wat het is. Deze is binnengekomen op 28 februari. Dus dat is op zich ook best wel snel. Oh, ik ben heel benieuwd. Ik mag eindelijk alles uitpakken. Het is zo moeilijk om... Als je pakketjes binnenkrijgt, gewoon echt maanden hierin te laten liggen. Dit is een hoesje. Oh, dit vind ik heel leuk. Er zit allemaal plastic omheen. Heerlijk. Yes. Oh, nice. Oeh, deze is echt super mooi. Echt heel erg vet. Ik kan het niet uitleggen. Het is een beetje zilverwit. Ik mis trouwens 2 nagels. I know, die zijn vannacht gesneuveld. En ik weet niet waar ze zijn. Dat is wel een mooie avond verder. Maar dit hoesje. Beetje wit, zilverachtig. En hier ben ik echt heel erg blij mee. Ik ga hem gelijk even omdoen. Dan kunnen we namelijk even zien hoe dit past. Oeh, voelt goed. Dus hier ben ik heel erg blij mee. Deze hou ik ook zeker om. Die vind ik heel vet. Deze was €1,50. Oké, laten we doorgaan naar de volgende. Ik kan niet kiezen. Ik ga voor deze. Want deze kijk ik me even aan. Wat is dit? Oké, deze is binnengekomen op 23 maart. Dus echt heel lang heeft dit erover gedaan. Misschien zou ik even een schaar moeten pakken. Oké, zo, daar ben ik weer met een schaar. Wow. Huh? Cadeautje. Hoe ga ik dit ooit openmaken? Dit is piepschaar. Wat zit hierin dan? Hè? Alsof het drugs
soort gesmokkel naar mijn huis. Serieus, is dit allemaal voor één hoesje? Nou, ik kan zo weer gaan stofzuigen. Ik heb een hoesje van Fila besteld. En die vind ik wel echt nice. Maar even een momentje voor hoodie wordt bezorgd. Helemaal piepschuim, doosje, alles eromheen. Qua uitpakken is het niet ideaal, maar ik vind wel echt next level beschermen voor een hoesje. Het Fila hoesje. Super mooi. Lekker hard. Hij kan niet buigen of zo, dus het is wel echt lekker hard. Oké, dan komen we aan alweer bij het ene laatste. Hè? En dat is dit ding. Geen idee. Of misschien wel. Ja, ik heb denk ik wel een idee. Oh, deze is trouwens 1 maart bezorgd. Oh yes. Dit is leuk. Ik heb namelijk dit bakje gekocht. Dit is zo'n Organize make-up bakje. En hier wil ik dus eigenlijk mijn poeders in gaan doen. Er zitten wel krassen op, alsof het lijkt alsof ze zo allemaal gebroken zijn. Volgens mij was het ook niet heel duur. Oh, het was €5,68. Ik zal trouwens de linkjes proberen in de video hier onder de beschrijving te zetten, mocht jij ook interesse hebben in een van deze producten. Ik moet zeggen, hij voelt ook wel zwaar en goed aan. Dus hier ben ik heel erg blij mee. Ik hoop dat mijn poeders erin passen. Maar ik ben hier heel erg blij mee en ik ga het zien wat ik hiermee kan doen. En dan komen we alweer aan bij de laatste. En nu zie ik echt dat nog niet alles binnen is gekomen. Dat vind ik echt heel erg stom. Maar goed, ik ben benieuwd wat dit is. Het voelt zacht aan. Oké, deze is bezorgd op 9 maart. Dus die heeft er ook langer dan een maand over gedaan. Yes, dit zijn glittersokken. Echt super vet. Ze zijn zwart met zilveren glitters. En dit leek me dus leuk voor in januari, februari, zeg maar gewoon die wintertijd. En dan zo saai. En dan doe je deze sokken aan en dan steek ze iets uit bij je laarsjes. En dan zie je zo'n heel leuk glitterrandje. Dus dat vind ik super tof. Maar het zijn dus deze glitter sokken. Ik moet zeggen, ze vallen echt wel mee hoe erg ze glitteren. 2 paar natuurlijk. Ik hoop dat het mijn maat is. Ik kan hem wel even aandoen. Het voelt niet heel lekker aan. Het voelt echt heel ruw aan eigenlijk. Echt van die glitters. Dit is hem. Hij is ook best wel laag. Als ik nu laarsjes aan zou doen, zou je die niet zien. Ja, hier ga ik over nadenken. Hij past wel. Maar ik weet nou niet dat ik... Het is nou niet dat ik denk... Die is nice. Deze waren €1,40. Nou, dat is echt geen geld. En dit waren alweer de items die ik heb ontvangen. Het valt me eigenlijk best wel tegen qua hoeveelheid. Wat ik nog mis zijn 2 dingen. Namelijk scrunchie. Zwangerprint scrunchie. Die zou ik nog eigenlijk moeten ontvangen. En nog een scrunchie. Een zwarte glitter scrunchie. Maar goed, het staat dat ik het zou moeten hebben, maar don't have it. Oké, maar bestelling voltooid. Nou ja, het zal wel. Dit waren mijn AliExpress aankopen. Ik ben er best wel blij mee. Dus heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie hier aan wat hebben gehad. En het leuk vonden om te zien wat ik bij AliExpress heb besteld. Ik ga dit zeker vaker doen. Want eens in de zoveel tijd bestel ik echt weer wat onzin. En dan komt dat weer op een gegeven moment binnen. Dus dan kan ik dat wel weer filmen. Heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet je zeker niet te abonneren op mijn kanaal. Volgende week staat er gewoon weer een weekvlog online. En ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Doei, bedankt voor het kijken.